Het Koninklijk Huis staat onder druk, want het is niet langer vanzelfsprekend dat alles bij het oude blijft. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de macht of invloed van koningin Beatrix of de troonopvolger, dat die macht moet worden ingeperkt. En het gaat de Kamer daarbij vooral om het principe dat die politieke macht niet erfelijk overdraagbaar mag zijn. Bij de inhuldiging van koningin Juliana in 1948 had niemand het erover. 32 jaar later was er wel al discussie bij de opvolging door koningin Beatrix. Maar tot enige echte verandering kwam het niet. Er was geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Nu Willem-Alexander over enige tijd het stokje gaat overnemen, spannen politieke vijanden samen. Een modern koningschap anno 2010 houdt voor de Partij van de Arbeid in niet meer de schijn van politieke invloed. Anno 2010 is het vreemd dat op basis van erfopvolging iemand in de regering zit die niet democratisch gekozen is. De meerderheid van de Tweede Kamer wil om te beginnen de rol van de koningin in de formatie inperken. Dat proces van kabinetsvorming, dat moet echt bij de Kamer liggen. We zijn dankbaar bij iedereen die ons daarbij wil helpen, maar daar ligt niet het primaat. Met andere woorden, na de verkiezingen moet er eerst een debat worden gehouden in de Tweede Kamer. De Kamer bepaalt welke rol het staatshoofd heeft. Maar de partijen willen verder gaan, een meer ceremoniële rol voor de koningin. Dus wat wij zeggen is, het uitgangspunt is symboolfunctie. Uitgangspunt is koning of koningin niet in de regering. En alles wat er omheen mee samenhangt, dat willen we gewoon met elkaar zorgvuldig bekijken. Dat vereist een breed maatschappelijk debat. Dan kun je niet zomaar met een paar stellingen zeggen van dat moet en dat moet en dat niet. Dus een breed maatschappelijk debat hebben de andere partijen voor nodig. En daar gaan we mee in gesprek. De veranderingen na het debat van morgen zullen klein zijn en vooral symbolisch van aard. Want echte ingrepen in de grondwet, daar gaan jaren overheen. Maar de discussie is geopend. En de kans is groot dat Willem-Alexander als koning te maken krijgt met nieuwe spelregels.